Helemaal en superleuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Ik ben Shimane en vandaag heb ik weer een nieuwe video. En in deze video ga ik eigenlijk voor de tweede keer gel nagels zetten van AliExpress. Ik heb dus voor de tweede keer dus AliExpress dus een lamp besteld en dus gel nagels spullen. En die ga ik dus in deze video uittesten. En ik heb nog een video van dit gemaakt, zeg maar. Maar die video is gewoon echt een complete val gewoon. Dus ben je benieuwd wat ik dus heb besteld? En blijf dan gewoon lekker verder kijken en doe zeker je duimpje omhoog als je er zin hebt in deze video. Dan gaan we snel beginnen met de video. Als je denkt van, waar zit je? Hoe kan dat ineens? Ik heb dus sinds vandaag eigenlijk een statief van mijn vader te lenen. Want in die video dat ik dus deze lamp testte, dus echt van een complete verhaal, had ik dus geen statief en ik had geen zin om hem te pakken, zeg maar. Dus ik had niet heel goed mijn camera neergelegd en daarom kon je het ook gewoon niet zien. En ik heb dus deze... En deze heeft dus 24 watt en dat is gewoon een afrader om te kopen. Want een lamp, gewoon een UV-lamp, moet maximaal gewoon 36 watt hebben. Deze lamp die ik dus nu heb besteld heeft 72 watt. En dus die lamp kostte me onder de 10 euro. Volgens mij 9 euro of 10 euro nog wat. En ik had dus ook toen in die video had ik dus ook dit besteld. En de nagellak zijn nog wel goed. Maar de base coat en top coat die zijn... helemaal dik geworden. En daarom heb ik dus ook al nieuwe kleurtjes besteld op AliExpress. En ik ga dus ook de overige kleurtjes, want ik ga niet vier nagellakjes op mijn hand zwartsen. Ik doe dat gewoon mijn nagelwiel, want die komt ook van AliExpress. En dan ga ik dus ook mijn nieuwe lamp uitproberen. En deze is van AliExpress. En deze kan je heel veel zien op AliExpress. En alleen wat ik wel vind, dit is ook een lamp wat je niet zo makkelijk snel mee kan nemen. Deze is echt super klein, super makkelijk. Maar deze is 24 watt, gewoon te weinig om het allemaal uit te harden. Deze lamp heeft dus 72 watt en dat is al goed voor om het allemaal uit te harden. En dus de stekker is ook best wel lang, zoals je ziet. En ik ga zo meteen laten zien hoe ik dat doe. Deze lamp, even kijken, kost dus 16,80 euro. Het is wel een dure lamp voor AliExpress, want die andere was dus 10,31 euro volgens mij, als ik het goed heb. En deze kwam trouwens anderhalve week binnen, want volgens mij, ik had hem dus 9 januari had ik hem dus besteld. En dus die week daarna op maandag kwam hij binnen, dus dat was best wel snel volgens mij in de week. Volgens mij anderhalve week duurde het er om over te komen volgens mij. Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar goed, in ieder geval in mijn weekvlog, 3 weekvlogs terug volgens mij, kon je zien wanneer ik het binnen heb gekregen. En deze, toen had ik dus ook deze besteld. En deze kostte me 1,22 euro. En dit is een dingetje, ja, een tool om het vanaf te halen volgens mij. En dat is dus deze. En dan heb ik dus natuurlijk ook gel nagellak besteld. En de gel nagellak kost gewoon 98 cent per stuk. En de base en topcoat 1,28 euro. En in totaal was dus 8,12 euro. En ik had best wel, het is best wel veel eigenlijk. Want je betaalt dus ook verzendkosten en dat komt ook dus nog bij, zeg maar. Dus eigenlijk, goed, ik ga het niet uitrekenen. Maar goed, in ieder geval, wat ik dus heb besteld. Ik heb dus van CD Coco besteld. Als allereerst heb ik een base coat besteld. En dus een topcoat. Dit is een No White topcoat. Ik ben benieuwd of dit echt, hoe lang het blijft zitten. Ik weet niet hoe ik jullie ga updaten, hoe lang het blijft zitten. Maar ik denk in mijn weekvlogs kom je het wel te zien. Dus de base coat en topcoat. Ik raad je wel aan om het met een tang open te maken, want ik kreeg het gewoon echt niet open en... Dat is wel zo met dit, maar je moet gewoon de tank pakken en dan gaat het gewoon wel open. Dan heb ik dus 4 kleurtjes besteld. Als allereerste heb ik 806. Dat is een donkerrode. En ik ga niet alles openmaken, want ik ga natuurlijk alles zwartje gewoon voor jullie. Dan heb ik dus 814. Hele mooie, ja, wat was het ook weer voor kleur dit? Maar dat was die donkerroze. Dat is dus deze kleur. Je kan het ook helemaal niet zien. Maar ik laat gewoon dadelijk gewoon beter zien dat jullie het gewoon kunnen zien. Dan heb ik 809 en 817. Voordat ik dus deze video ga beginnen, wil ik jullie nog één ding zeggen. Ik weet het. Het komt van AliExpress. En CD Coco is volgens mij wel gewoon een niet iets wat iemand nadoet, zeg maar. Dus dat. En wat ik ook nog wil zeggen. Ik ben dus geen professional. Ik doe maar wat met mijn nagels. En ik hoop dat het gewoon mooi wordt. Dat gewoon mooie nagels worden. En dat zou ik ook even zeggen. En ik doe het gewoon trouwens op mijn eigen nagels. Ik heb ook dus nepnagels ooit ook. Deze heb ik dus ook ooit besteld op AliExpress. Volgens mij voor de 4 euro of zo. Echt super goedkoop. Maar ik probeer het gewoon te doen met mijn eigen nagels. Dus ben je benieuwd hoe het gaat worden dit. Blijf maar verder kijken en gaan we nu beginnen met de video. Jullie nu even ergens anders neergezet. Want ik wou eerst ergens anders filmen. Maar er was gewoon te veel zonlicht. Dus ik heb de lamp dus net in een stopcontact gezet. Dus
En dit is dus de lamp. En dan gaat het ook gewoon vanzelf aan als je dus je hand erin doet. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar je ziet het helemaal niet. Maar hier zo heb je dus ook van die knopjes waarop staat 30. Nee, eerst 10, dan 30, dan 60 en dan 99 seconden. Ik heb dus de lamp dus in dit stopje gezet hier. En ook met een verlengdoos, verlengstekker, verlengding. Daar heb ik dus ook neergezet. En ik ga dus de overige kleuren op mijn nagelwiel swatchen. Want ik vind het altijd wel handig om dus wat kleuren op mijn nagelwiel te hebben. En deze komt ook van AliExpress. En ik ga als allereerste dus mijn nagels veilen met dus deze van de Douglas. Een vel van de Douglas. En bij deze lamp krijg je dus ook van deze dingen erbij. Dus van die teenspreiders dingen. Dan kan je, ja, dat kan je gewoon gebruiken voor je tenen. Maar dat ga ik nu niet gebruiken. Maar ik laat het wel gewoon even zien, want dat hoort er wel bij. Je kan ook je nagels gewoon in model veilen, zeg maar. Dat ga ik ook even doen. Ik ben echt gewoon geen professional hierin, jongens. Ik doe ook maar wat. En jullie kunnen gewoon lekker meegenieten met mij. Ik heb deze nu eventjes omhoog gezet. Dan kunnen jullie het wat beter zien. En ik wil wel dat dit gewoon goed te zien is. Ik ga dus nu de nagellak pakken. Dus de topcoat. De base coat. En die moet ik even gaan zoeken. Ik ga trouwens één kleurtje opdoen van deze nagellak die ik dus heb besteld. En de andere kleuren ga ik dus op mijn nagelwiel zetten. En de kleur die ik dus ook op ga doen, die doe ik dus ook op de nagelwiel. Maar als allereerst begin ik dus met de base coat. En even die nagellak hier wat meer zetten. Als allereerste begin ik dus met de base coat. Ik staat eigenlijk niet op hoe lang dit er moet. Maar ik denk dat ik het een minuut ga doen, I guess. Ik weet het niet zeker eigenlijk. Maar ik ga gewoon hiermee mijn nagels gewoon... Ja, mee... En ik heb trouwens niet de primer hiervan. Dat heb je hier ook van. Maar die heb ik dus niet. En ik... Oké, jullie kunnen het wat beter zien zo. Te veel mijn kwastje. Ik merk wel al gelijk met het aanbrengen al dat het wat dikker is dan de vorige. Ik weet niet waar dat aan ligt, maar volgens mij is het wel echt de gel dit en niet... Want de vorige keer had ik niet echt het gedachte van het is gel. En dat heb ik bij deze wel. Maar ik ga dus nu aan de lamp doen. Ik doe het even dicht voordat ik het laat omvallen. En even uitzoomen. En ik doe het gewoon een minuut onder de lamp, I guess. Nog 12 minuten. Nee. Oké. Dat is heel moeilijk dus blijkbaar. Dus ik doe het nu een minuut onder de lamp. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. De base coat is uitgehard. En het is nu al gewoon best wel een beetje dikker. Dat is best wel goed volgens mij. Ik weet het niet. Oh my god. Professional. En ik ga dus nu een kleurtje uitkiezen. Ik heb dus een rode. Een donkerrode. En twee lichte. En ik denk... Voor deze, dit is nummer 806, een rode kleur. Maar ik ga dus deze nu opdoen en deze kleur en die andere kleuren ga ik swatchen dadelijk op een nagelwiel. En ik hoop dat jullie het... Wat kan ik zien? Ik kijk heel de tijd in het schermpje om te kijken of ik wel goed film, maar... En deze doe ik dus 99 seconden. En dan ga ik lekker onder de lamp zitten. Fijn. De kleur die ga ik dus nog een keertje doen. En nu ga ik hem wel gewoon goed aanbrengen. Want net kon ik het gewoon niet zo goed aanbrengen. Want ik zag het gewoon niet zo lekker. En nu ga ik het nog een keer aanbrengen. En dan ga ik het gewoon goed aanbrengen. En ook weer onder de lamp. Het is wel dikker dan nagellak. Dus echte nagellak. Kleur die ik dus nu in mijn nagels heb. Dus de 806. Het is wel een hele mooie kleur. Maar ik denk wel dat ik snel op uitgekeken ben als het gewoon 2 weken zit of zo. Maar
Ik ga ze nu de topcoat aanbrengen. En daarna ga ik dus alle kleuren op dit nagelwiel swatchen. En dan kunnen jullie ook gewoon kijken welke kleur jullie mooi vinden. Misschien kan ik wel zo zelf ook bestellen. Ik ga dus nu deze opdoen. En dan ben ik dus klaar met dus de kleur. En ik vind het echt wel heel mooi. Maar bij deze lak wordt het wel echt dik, zeg maar. Dus dat is goed van gel nagels, want dat hoort ook gewoon. En heel glanzend. En ik hoop dat het ook nog zo blijft als het met de topcoat is, zeg maar. Maar dadelijk moet ik ook deze hand doen, jongens. Maar goed. In ieder geval, ik ga dus nu deze hand doen. Daarna ga ik dus alle kleuren op dit nagelwiel swatchen. En dus die topcoat ook hierop doen. En dan dadelijk de andere kleuren op dit nagelwiel swatchen. Is zo ontzettend mooi. Om ook gewoon deze topcoat, die hoef je dus ook niet dus ook niet met een doekje overheen te gaan dat je het plakkerige laagje weghaalt. Omdat het is gewoon helemaal gewoon niet plakkerig. Het is gewoon helemaal droog. Echt waar. Deze nog is gewoon echt geweldig. Ik ga dus nu deze drie kleuren en ook die andere die ik nu ook op heb, ga ik het op dit nagelwiel swatchen. En dan kun je ook zien wat voor kleuren ik nog meer heb besteld. Ik ga als eerste beginnen met 809, want die is volgens mij wat meer paarse en dit is echt meer bordeauxrood. En wat ik wel merk trouwens, ik denk dat het gewoon komt omdat mijn nagels gewoon niet zo heel lang zijn, is dat het hier niet zo heel goed dekt ofzo. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Goed, bij de nagel zeg maar, bij de uiteinden is het niet heel erg goed gegaan. Maar op zich ziet het er wel gewoon goed uit. Maar ik ga dus beginnen met gewoon 9 aan te brengen. Dit is echt een donkere. Echt. Als het daar gewoon weer kerst is of zo, is het echt zo mooi om dit op te doen. Echt waar, begin ik weer met kerst. Echt waar. Ik ga gewoon aanbrengen hier. Misschien moet ik het op mijn nagel ook met een basecoat en zo doen. Maar... dan heb ik de kleur 817. Dus een hele mooie oudroze kleur. Dan heb ik dus de kleur 817. En die ga ik dus nu op dit nagelwiel doen. Oh god, deze is zo mooi licht. Gewoon echt zo mooi. Als je dus je ringvinger net dus een glitterkleur doet of zo. Echt, oh god. Toen ik deze kleur dus openmaakte, toen dacht ik al helemaal van dit ga ik ermee doen. Deze kleur. En dan dus de laatste is 814. Dat is echt een hele mooie oude roze. En ik was even in de war met deze en deze. Maar dit is dus echt een hele mooie oud roze. Kijk maar. Ik zeg maar kijk maar je ziet het helemaal niet. Maar goed. Goed. En deze ga ik dus nu op swatchen. En deze denk ik ook echt super mooi. Maar ik denk dat heel lang heel moeilijk dek nu. Omdat ik heb natuurlijk nu hieronder geen base coat op zitten. Dus misschien. Ik ga dus nu onder de lamp doen dit. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Gedaan. Ik moet mijn andere hand nog doen, maar daar was dus mee aan het veilen. En ik had dus net dus deze had ik dus met die andere kleuren net gedaan. Maar het dekt goed. Ik denk dat het komt, want ik heb natuurlijk een transparant ding, zeg maar. Dus een nagelwiel. En dat ziet er zo uit. En het ziet er gewoon goed uit. En ik denk niet dat ik op mijn nagelwiel nog een extra kleur erbij ga doen. Ik doe een extra laag. Maar ik ga dus nu deze hand doen en ga ik zo meteen de video weer afsluiten. En mijn eindoordeel geven over deze video. Over deze spullen natuurlijk. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Ik ben net klaar met mijn nagels doen. En ze zien er zo nu uit. Ik vind ze echt heel erg mooi geworden. Het glans ook echt super mooi. En het is ook wel een heftig kleurtje. Dus dat is ook wel heel mooi voor dus een andere video die ik ga opnemen. Maar dat is nog niet binnen. Dus volgens mij morgen binnen of weet ik veel wanneer het binnenkomt. Maar dus nu als allereerst dus de lamp. Die vind ik echt geweldig. Gewoon echt een top aankoop van AliExpress. Ik zal het je echt aanraden om gewoon deze lamp te kopen en niet
lamp van 10 euro, wat 24 watt is. Je hebt trouwens wel gewoon lampen onder een goedkopere prijs, wat gewoon 36 watt is. En dat is ook al goed. 36 watt moet je gewoon hebben. Maximaal is gewoon... Nee, wacht. Niet onder 36, dat heb ik dus ook gedaan. Heb ik geprobeerd, het is gewoon niks. Het werkt gewoon niet, het droogt gewoon niet mooi. En dit droogt gewoon wel goed. En dat is ook gewoon fijn van deze lamp. En daarom is een lamp ook gewoon heel erg... dat is ook wel gewoon handig van een lamp. Dat moet een lamp ook doen natuurlijk, want het moet natuurlijk gewoon uitdrogen. En dat doet deze lamp zeker. En dus de nagellak zelf, die is ook gewoon echt top. Ik heb maar één kleurtje gebruikt, maar ik heb de andere kleuren dus nu even zwart op die lamp. Ik heb die andere kleuren dus geswatcht op mijn nagelwiel. En dat ziet er ook gewoon geweldig uit. Gewoon super mooi. En zeker deze kleur is echt heel mooi. Deze kleur, echt alle kleuren wat ik dus heb besteld op AliExpress, vind ik gewoon echt heel mooi. En ze dekken gewoon allemaal goed. Dus ik zal alles hieronder even neerzetten. Ik heb nu wel gezien, want ik heb dus in mijn winkelwagentje ook weer nieuwe van deze verkoop. Heb ik dus ook een nieuwe kleurtjes in mijn winkelmand zitten. Deze kleurtjes kosten nu 1,12 euro, maar ik heb ze in de korting gekocht. En toen waren ze dus 1 euro en dus de base coat en top coat primer volgens mij ook. En dat was dus 1,30 euro bij mij. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Nee, nu is de base coat 1,46 euro. Dat is best wel duur, want ik zag dat Venalize ook ineens heel veel duurder was. En die lamp is volgens mij wel gewoon nog 16,80 euro. Even kijken. En de lamp is nu 16,14 euro, dus als deze verkoper. En ik zal alles wat ik allemaal heb gebruikt in deze video, zet ik hieronder even neer. En ik ga dus deze video nu afsluiten, want de camera is nu ook leeg. En ik heb geen zin om naar beneden te lopen. Dus vond je dit een leuke video, doe dan je duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, kan het hier beneden. En ik zal wat vaker nagelvideo's gaan maken als jullie dat leuk vinden. En misschien als ik dadelijk deze nagellak afhaal, dan kan ik het misschien ook wel filmen of zo. I don't know, mijn weekvlogs of whatever. Dus laat het onder weten. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal en vind je deze video leuk, doe dan een duimpje omhoog. En dan zie je snel weer bij mijn nieuwe video weer op woensdag en zaterdag weer met een nieuwe video. Dus tot snel weer. Doei doei!